Opgave 44. Een raaklijn aan een cirkel staat loodrecht op de verbindingslijn van het middelpunt van de cirkel en het raakpunt. Het is een raaklijn, is deze loodrecht en hij staat dan loodrecht op de straal. Nou, dit is een stelling en die gaan we bewijzen. Gegeven, een cirkel met middelpunt M, straal R en lijn L die raakt in het punt A. Je ziet, ik heb het loodrecht heb ik weer weggeveegd, want dat is hetgene wat ik moet bewijzen. Te bewijzen L loodrecht op MA. Neem een punt P op de lijn. Maar P mag niet natuurlijk gelijk vallen met A. Omdat A het enige punt is van de raaklijn, een raaklijn, de definitie daarvan is een lijn aan een kromme die één punt gemeen heeft, dus A is het enige punt, geldt dat de afstand van M tot P natuurlijk groter is dan de afstand van M tot A. Of M tot P is groter dan de straal, want MA is immers de straal. MA is dus het kortste stukje. Het kortste verbindingstuk. En dit is precies de definitie van afstand. Afstand is het kortste lijnstukje tussen twee punten. En omdat dit dus de afstand is, is MA dus loodrecht op L.